Ik ben Mark Bertrans. Ik ben hier oud-leerling geweest in deze school. Ik heb hier ook heel mijn loopbaan lesgegeven. En ik ben geweldig geïnteresseerd in de geschiedenis van de school waar ik zo lang heb rondgelopen. En natuurlijk kwam daar ook ooit de Tweede Wereldoorlog bij kijken. Dit is het Sint-Jan Bergmans College van Genk. Wel, in het laatste bezettingsjaar in België, 1944, was het de gewoonte van het Duitse leger om de manschappen, vooraleer ze weer naar een volgend front zouden trekken, om ze een tijdje te laten herkomen in gebieden waar niet meer werd gevochten en bij voorkeur waar accommodatie voorhanden was. Limburg, dat was al jaren geen oorlogsgebied meer. Het was een bezet gebied. Het lag ook nog kort bij Duitsland. Dat was allemaal positief. En schoolgebouwen die waren uitermate nuttig om de manschappen in onder te brengen. Het Sint-Jan Bergmans College van Genk is trouwens niet het enige geweest dat bezet is geweest in 1944. Bijvoorbeeld Stella Maris, de technische school voor meisjes in Zwarberg, kende datzelfde lot en er waren nog andere scholen. Tussen januari en 14 september 1944, 14 september, de bevrijding van Genk, zijn er niet continu, maar toch gedurig aan, Duitse legerafdelingen hier in de school geweest en ze hebben hier gekampeerd. Ze hebben hier een beetje uitgeblazen, ze mochten herkomen, vooraleer ze weer een nieuw bevel kregen om opnieuw op te trekken. De eerste Duitse legerafdeling die hier in januari aankwam, die is niet gekend. Maar het waren soldaten die al onmiddellijk verguld waren toen zij de gang hier binnenkwamen. Die leidde van de speelplaats naar de studiezaal. En ze zagen in de gang, hier aan mijn voeten is het zichtbaar, de swastika ingeplaveid. Ze dachten onmiddellijk dat het een Duitsgezinde school was en dat was natuurlijk in hun kaart spelen. En ze hebben dat ook laten weten met veel proficiat en veel gefeliciteerd aan de toenmalige directeur van het college, eerwaarde heer Hubert Driessen. En die heeft het zomaar gelaten, die heeft daar geen reactie op gegeven en maar gedaan alsof dat inderdaad zo was. Dan hoopte hij dat de bezetting van de school niet voor moeilijkheden zou zorgen. Deze gang is geplaveid in 1925. Toen was er van swastika's en nazisme nog altijd geen sprake. Dus dat was puur toeval. In maart is hier dan hoog bezoek gekomen. De panzerdivisioon Adolf Hitler kwam hier kamperen en loste de vorige legerafdeling af. Die panzerdivisioon Waffen-SS, dus eliteafdeling van het Duitse leger, is hier gebleven tot begin juni, toen zij hals over kop moesten vertrekken naar Normandië, waar de geallieerden waren binnengevallen. Die panzerdivisioon Adolf Hitler werd bestuurd door generaal-oberst Sepp Dietrich. Zijn rechterhand was standartenführer Joachim Peiper, niet de minste. En die mensen hebben hier dus 2 maanden gekampeerd. Maar de manschappen verveelden zich. Wat moesten ze hier doen? Ze overnachten in de studiezaal en op de speelplaats stonden hun jeeps, hun tanks, hun vrachtwagens. Maar ze hadden niets te doen, ze mochten uitrusten. En daarom hebben ze van verveling op een dag carrosserieverf die zij voor handen hadden in hun voertuigen, hebben ze mee de studiezaal ingenomen en ze zijn daar op de muren beginnen te schilderen. Aan de ene kant van de zaal schilderden zij een echte Waffen-SS-spreuk, Steh gerade oder zerbrich, wat in feite vrij vertaald zoveel betekent als we verliezen of we winnen, maar opgeven en nog erger, overgeven, dat doen we ons niet. Aan de andere kant van de zaal hebben ze uiteindelijk een Duitse rijksadelaar geschilderd, een heel grote. Toen de bevrijding eenmaal een feit was en de dagelijkse gang van zaken en het schoolritme hier hervonden waren, heeft men de spreuk op de muur afgekrapt. En de adelaar heeft men oververfd. Dus die adelaar die zit nog altijd onder, intussen misschien wel al 10 verflagen, zit hij nog onder in de muur. En de foto van die adelaar, dat is toch nog altijd een heel indrukwekkende getuigenis van een moeilijke tijd. Want zolang de Duitsers hier waren, januari tot september 1944, mochten in de studiezaal of op de speelplaats geen leerlingen komen.
Zij waren gedwongen om les te volgen in de kamers van de inwonende priesterleraars ofwel in particuliere huizen in de buurt. Ik ben Juliette Colson, dochter van Victor Colson, een van de slachtoffers die hier in 1942 op het plein gesneuveld zijn. Ik was klein, 1,5 jaar. Mijn moeder trouwde in 1944, een nieuw gezin. En over de doden werd vroeger niet gesproken. Ik ben van Seerenelder, mijn man is van Aarschot. Ben ik getrouwd, zijn we hier komen wonen. En toevallig in de bibliotheek kwam ik een boek tegen met foto's van de ontmijners hier op het plein. En ik dacht, ja, dat is mijn vader. En dan beginnen uit te pluizen. Dan ben ik naar de burgemeester geweest voor te vragen voor een straatnaam. Maar dat was mislukt. Weer laten rusten. Dan heb ik toevallig Mark Bertrands zijn naam tegengekomen in het boek van de ontmijners. En heb ik een beroep gedaan op Mark Bertrands voor te vragen, kunt jij me helpen? Omdat ik er helemaal niks van wist. Wel, in 1942 lagen er eigenlijk overal in België, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, onontplofte projectielen, zowel Duitse als geallieerde, die lagen overal plomp verloren in de natuur en die vormden een bestendig gevaar voor passanten die daar onwetend zouden langskomen. En de Belgische regering, hoewel het bezettingstijd was en de Duitsers hier de baas waren, de Belgische regering kreeg een bepaalde beperkte vorm van zelfbestuur, mochten ze behouden. En de overheden hier hebben toen aan de Duitsers gevraagd of het niet mogelijk was ex-soldaten van het Belgische leger, die ofwel al vrijgelaten waren door de Duitsers ofwel nog krijgsgevangen waren, om die te kunnen recruteren met de bedoeling dat zij overal te landen de projectielen gingen opruimen. En dat is toegelaten door de Duitsers. België werd verdeeld in 5 sectoren. En de sector Limburg-Luik werd beheerd door ontmijners vanuit Luik. Wel, op 27 april 1942 lag hier, ter hoogte van het dichtstbijzijnde hoekschoppunt op het huidige voetbalveld, dat bestond toen allemaal niet, het was heidegebied, lag er een geallieerde bom die niet ontploft was. En 5 Luikse ontmijners en 1 chauffeur zijn op maandag 27 april 1942 naar hier moeten komen met de bedoeling de bom op te ruimen. Ze waren daarvoor de vrijdag voordien al hier geweest om polshoogte te nemen. Ze hadden enkele voorbereidingen getroffen en alles leek erop dat dat een gemakkelijke klus ging worden. Maar die maandag, bij het ontmantelen van de bom, is er dus een ongeluk gebeurd. De bom is ontploft. 3 ontmijners waren op slag dood. 1 overleed in de namiddag in het oude ziekenhuis van Genk, intussen ook verdwenen. En de ene ontmijner die de dodelijke dans overleefde, die bevond zich wat verderop bij de vrachtwagen waarmee de ontmijners naar hier waren gereisd. Ook de chauffeur, hij was wel zwaar gekwetst, maar hij overleefde het. Dit ongeluk zorgde in Genk voor heel veel beroering, want uiteindelijk waren het Belgen die hun leven hadden geriskeerd voor de veiligheid van anderen. En ook in het Luikse zorgde dat voor veel tumult eigenlijk, omdat dat allemaal jonge gezinshoofden waren, of relatief jonge gezinshoofden, die nu er de oorzaak van waren dat hun familie een heel andere kant uitging dan ze ooit gedacht hadden. Enkele jaren geleden kreeg ik van een oud leerling van mij een berichtje. Hij was een boek aan het lezen over Joachim Peiper. En in dat boek stonden een aantal foto's met als bijschrift dat ze gemaakt waren in Genk. En mijn oud-leerling vroeg mij of ik te weten kon komen waar zij precies gemaakt waren. Ik herkende onmiddellijk het decor van wat er op die foto te zien was. Het was de ingang van het Sint-Jan Bermans College vanaf de speelplaats naar de studiezaal toe, de ingang die nu achter mij staat. En wat heel intrigerend was, dat was dat daar de grote bonzen van die tijd, 1944, lente 1944, opstonden. Namelijk Joachim Peiper en Sepp Dietrich, de leiders van de panzerdivisie die hier toen het college ten dele bezetten. En zij kregen op dat ogenblik dat de foto werd gemaakt, bezoek van de toenmalige stafchef van het Duitse leger. En dat was Heinz Guderian.
En dat bracht toch een eigenaardig gevoel teweeg, want daardoor besefte ik dat we nu zeker wisten dat die belangrijke Duitse persoonlijkheden hier waren geweest. En vandaag besef ik nogmaals en eens te meer dat ik nu hier op historische grond sta.